Hoi hoi, welkom op mijn channel. Mijn naam is Chanou. Bij deze de weekreading van 24 februari tot en met 1 maart. Dus even kijken hoe de energie is. Rust, stilstand, heling. Misschien voel je je bedreigd in een bepaalde situatie of niet veilig. Maar zit het meer in je hoofd en zijn de dingen dus minder erg dan dat je denkt of voelt? En dat kan komen door bijvoorbeeld oude pijn of triggers die geraakt worden door een bepaalde situatie, waardoor je in één keer misschien een bepaalde onrust of angst ervaart. Grenzen stellen, je waarheid spreken, dingen uitspreken. Ja. Communicatie, meer dingen denk ik, ja, toch uitspreken, duidelijker communiceren of misschien ook een stukje zelfreflectie over communicatie. Hoe kan ik de dingen het beste brengen, hoe kan ik de dingen het beste uitspreken zonder mezelf tekort te doen en zonder de ander bijvoorbeeld te kwetsen of weet ik veel wat. Dus dat je trouw blijft aan jezelf. Maar ondertussen niet andere mensen bijvoorbeeld schaadt, zeg maar. Een stukje angst. Misschien angst voor gebrek aan zekerheden, vastigheid, stabiliteit. Het kan een tekort zijn of de angst voor een tekort aan geld of financiën. Misschien ook een stukje bindingsangst en verlatingsangst. Bang om alleen voor te staan. Of dat als je echt je hart gaat volgen. Of misschien keuzes gaat maken of gaat veranderen van werk. Dat mensen niet achter je zullen staan. En ja, een beetje een tekort aan vertrouwen over het algemeen heb ik het gevoel. En ja, misschien ga je nu ook wel door een moeilijkere periode en heb je het idee dat niemand er echt voor je is, bijvoorbeeld. En ja, dat kan misschien een reden hebben. Misschien is het niet kloppend, jouw gevoel, zeg maar. En dat het komt vanuit iets anders. Dus vanuit een vorig leven dat je eigenlijk altijd er alleen voor stond. En, maar dat er nu wel mensen om je heen zijn. Alleen dat jij ze zelf misschien op afstand houdt of niet wil toelaten. En ja, misschien moet je gewoon leren om dus duidelijke dingen uit te spreken. Wat je hoopt of wat je verwacht van mensen. En ja, dat het jou misschien kwetst. Dat je het idee hebt dat niemand er voor je is. Misschien durf je dat niet. En ben je bang dat mensen toch zullen zeggen van, sorry, maar ik heb geen tijd voor je. Of nou ja. Ik zou je willen aanraden om dan toch de dingen uit te spreken. En dan, alleen dan kan je er ook achter komen of jouw gevoel klopt. Dus of je inderdaad gelijk had dat mensen er inderdaad niet voor je zijn. Of dat het misschien heel erg meevalt en dat het gewoon een angst was die in je hoofd zat. En hier voel ik voor de mensen die zich herkennen in de onrust nu, dat er straks wel meer rust en vrede gaat komen. Maar ik zie best wel veel zware energie. Dus er kunnen toch ook bijvoorbeeld conflicten zijn. 3 van de 4 kaarten zwaarden. Conflicten of meningsverschillen, confrontaties, discussies, ruzies. Maar het staat ook wel heel erg voor het verstand, communicatie, dingen uitspreken. Dus kijk wat er verder nog uitkomt. Met betrekking tot de rust, dat heeft voor mijn gevoel te maken dat je even naar binnen moet keren omdat je nieuwe inzichten moet opdoen. Je hebt misschien het gevoel dat je wat vastloopt en ja, dat er nu misschien geen uitweg lijkt, maar dat er straks wel inzichten komen. Alleen je probeert alles met je hoofd misschien te bedenken en dat is juist niet het moment waarin er rust en ruimte is voor nieuwe inzichten. Je moet juist eigenlijk een stapje terug doen om de dingen anders te kunnen bekijken. Dus hou je even met iets anders bezig. En misschien krijg je van iets inzichten. Zoals bijvoorbeeld wandelen. Of juist op momenten dat je misschien meer met je lichaam bezig bent. Of iets creatiefs of zo doet. Dan heb je weer wat de ruimte om weer echt bij je gevoel en intuïtie te komen.
Want als je het echt wil analyseren en wil gaan bedenken, dan, ja, dan is die rust en ruimte er vaak niet. En dat kan te maken hebben met een werksituatie of iets anders. Het kan ook met een hobby te maken hebben waar je misschien geld mee wil verdienen. Misschien dat je daarin vastloopt, bijvoorbeeld. Het kan ook gewoon betekenen dat je nu hard met jezelf aan het werk bent. En ja, meditatie kan voor veel mensen goed zijn, maar mediteren kan eigenlijk op meerdere manieren. Dus ook, ja, meditatie gaat eigenlijk om een soort van rust in jezelf vinden. En nou wil ik niet zeggen dat meditatie niet goed is, maar het is misschien niet voor iedereen het juiste of nog niet het juiste moment. En dan is het belangrijk dat je een andere manier vindt om toch rust te creëren, zoals een hobby of een sport. Of ja, voor sommige mensen, wat ik altijd fijn vind, is met kaarten leggen, kom ik altijd zelf tot rust. Er zijn echt zoveel manieren. Je moet gewoon even vinden wat voor jou werkt. Ja, bij deze kaart als uitleg deze. Dus wat een defensieve energie. Dus misschien klaarstaan om aan te vallen of te verdedigen. Dus dat je toch niet echt lekker in die flow zit. En dat kost natuurlijk ook veel energie. Het kan ook zijn dat iemand jou in de gaten houdt. Misschien op social media of zo. Dat iemand veel met jou bezig is. Maar dat je daar niet zoveel van merkt. En misschien is diegene bang voor afwijzing. Ook al stel je je open. Het kan zijn dat jij defensief bent. Maar het kan ook zijn dat je wel openstelt voor die persoon. Maar misschien heeft die persoon heel veel meegemaakt in het verleden. Waardoor die toch een bepaalde angst heeft. En dat hij toch geen toenadering durft te zoeken, bijvoorbeeld. Doe hier nog even een kaart bij hoor. Gevoelens. Krijg er niet echt een duidelijk beeld bij deze kaarten. Misschien mis ik nog wat kaarten, waardoor het nog niet echt op gang komt. Ja, iemand heeft last van angst. Angst om, ja, in de steek gelaten te worden. Ik heb het gevoel dat het een man is, want ik zie hier ook een mannelijke kaart. Een gevoelig persoon, het kan een waterteken zijn. Vissen, kreeft, schorpioen. En diegene heeft zich daarom teruggetrokken. En misschien wel niet alleen uit jullie contact, maar ook uit contact met de anderen. Het kan natuurlijk ook zijn dat jij dit zelf bent, dat jij je terugtrekt uit contact met de anderen, omdat je angsten hebt en bang bent om verlaten te worden. Maar ik heb het gevoel dat het gaat om een ander. Dus degene die de reading ziet, jij dus, dat je direct een naam of iemand in je hoofd krijgt die, ja, zich heeft teruggetrokken. Misschien kort geleden, misschien wat langer al. En diegene die heeft de dingen eigenlijk verder best wel goed voor elkaar. Op papier lijkt het een succesvol persoon. Iemand die gelukkig is. Je merkt het misschien zo aan de buitenkant niet. Maar misschien weet jij toevallig wel wat er in deze persoon omgaat. Misschien ben je iets te dichtbij gekomen bij zijn gevoel. Of ja, dat hij dat toch beangstigend vindt of confronterend. En dat hij zich nu terugtrekt en, ja, toch graag een beetje op zijn voetstuk wil blijven staan. Want ja, het is natuurlijk ook niet stoer om je emoties toe te laten. Nou ja, zo zit diegene waarschijnlijk met zichzelf wat in strijd. Dat hij het lastig vindt om zichzelf kwetsbaar op te stellen. Want dan heeft hij ook weer dingen te verliezen. En ja, dat hij eigenlijk zijn hart wat afsluit. Dat er angst is. Angst om zichzelf te bevrijden uit, nou ja, patronen, overtuigingen. Hij wil niet gekwetst worden en hij is ook bang om de ander te kwetsen, dat hij eigenlijk niet kan voldoen aan, ja, wat iemand van hem zou hopen of verwachten. En dat hij daarom de dingen maar gewoon niet aangaat, omdat hij eigenlijk al bij voorbaat, nou ja, het niet aandurft eigenlijk. Nu ga ik even kijken of ik toch weer terug kan komen op je eigen energie. Want ik voel wel overal een beetje mannelijke energie. Maar eens even kijken. Kijk gewoon wat doorkomt. Het kan zijn dat het toch heel belangrijk is. Vorige reading ging ook al over de liefde eigenlijk. Ook al is het gewoon een weekreading. Dus
waarschijnlijk is het toch een belangrijk thema, het contact met de ander. En hier een nieuw begin, ja, er staan ook meerdere personen op. Het kan zijn dat een van jullie misschien al een kind heeft. Hoeft niet, het kan ook staan voor het innerlijk kind wat geheeld wordt en dat er dan een nieuw begin kan komen. En voor jouzelf, ja, stap niet in dezelfde patronen. Misschien heb je bepaalde relaties gehad waarin je afhankelijk was van de ander of waarin je de ander wou claimen. En dat het eigenlijk komt uit een angst om de ander te verliezen. Het kan ook zijn dat de ander daar bang voor is, want ik zie hier weer een mannelijke energie, zeg maar. Dat hij ja, verstikt is geweest in relaties en dat hij dat gewoon niet weer wil. En dat hij eigenlijk gewoon nog een hele hoop angst te verwerken heeft. En dat hij de sprong niet durft te wagen en dat hij geen nieuw begin aan durft te gaan. En dat hij eigenlijk een beetje in zijn oude patronen blijft. Dus toch weer die persoon die het goed voor elkaar heeft waarschijnlijk, die... Ja, misschien verdient hij heel veel geld of kijken mensen tegen hem op. Misschien is hij bekend of een belangrijk persoon of zo. Ja, hogere functie of iets. In elk geval, ja, populair of stoer of ik weet het niet. Ik krijg in elk geval zoiets door. Iemand die het goed voor elkaar heeft en die daardoor eigenlijk niet zo hard durft open te stellen. Want voor zijn gevoel heeft hij alleen maar meer te verliezen daardoor. En hij mist een beetje dat luchtige en speelse in zichzelf. Moet nog een stukje heling plaatsvinden. Zodat hij ook meer zijn hart kan volgen. En ja, zijn passie, zeg maar, wat echt goed voor hem voelt. En ook met betrekking tot de liefde. Dit is wel, ja, staven, zeker aas van staven. Kan zeker wel over liefde gaan. Romantiek, lust kan ook. Maar ik heb toch meer het gevoel dat het iets serieuzer is dan alleen... Ja, er komen wel gevoelens bij kijken, heb ik het idee. Nou, ik laat de reading hierbij. Ik wou nog wel liefdeskaartjes doen, maar ik verdeel het toch liever even over een tweelingziel of soulmate reading. Want een heel groot deel van deze week reading gaat nu al over de liefde. En ik wil de filmpjes ook niet te lang maken. Dus bedankt voor het kijken. En laat even een reactie achter. Mocht je een reading of healing of zo willen, dan kan je me een berichtje sturen via Facebook of e-mail. De gegevens staan hieronder. Anders tot de volgende keer.